De macht van de industrie is zo enorm geworden. We hebben echt veel doortastendere mensen nodig. Ik ben Marijn Tinga, de Plastic Soup Surfer. Ik vecht tegen plastic vervuiling en daarbij gebruik ik mijn surfboards als wapen. Er is geen strand waar je komt waar geen plastic ligt. Je komt het echt overal tegen. Ik heb altijd dat surfen als een middel gezien om de aandacht te vangen van de toeschouwers. En die aandacht die richt ik dan op bedrijven en op beleidsmakers. Ik denk dat Timmermans best een dappere stap heeft gezet met inderdaad een verbod op een 12-tal product. Dat hij nu in heel Europa probeert statiegeld uit te rollen. En dat bedrijven verantwoordelijk worden voor die plastic vervuiling. Want ik geloof heel erg dat bedrijven in de eerste plaats verantwoordelijk zouden moeten zijn voor hetgeen zij op de markt zetten.